Onder auspiciën van het Directoraat Nationale Veiligheid wordt een training gegeven aan diverse stakeholders die te maken hebben met de veiligheid bij de Surinaamse grenzen. Het betreft een regionale training waar diverse CARICOM-landen simultaan aan deelnemen. De training is gestart op 16 september en duurt tot 20 september. U hoort majoor Roy Samuels van het Directoraat Nationale Veiligheid over deze training. Het is een training speciaal voor veiligheidsmensen. Het is een border security training die regionaal wordt verzorgd door IMPEX. IMPEX is het regionaal orgaan dat belast is met het veiligheidsvraagstuk binnen de CARICOM-landen. En we hebben momenteel een online training. Het duurt 5 dagen. We zijn gestart maandag en we eindigen morgen vrijdag. Mensen die op de borders werken, op de grenzen, getraind ten aanzien van het ontdekken van bepaalde zaken, verboden handelingen die zich voordoen op de grensposten. Zoals mensen die reizen met valse paspoorten, het screenen van de mensen. Dus alles wat te maken heeft met de veiligheid op de grensposten wordt belicht door de trainers. Zeker, het is een online training. Je mag vragen stellen, je mag comments geven. Dus ieder komt aan het woord. En het mooie van deze training, alle CARICOM-landen volgen deze training. Dus je hoort ook hoe andere CARICOM-landen hun problemen oplossen. We hebben het breed genomen. We hebben alle diensten in deze training die te maken hebben met border security. We hebben de politie van Sanderij, de BIT-team. We hebben de douane van de grensposten. We hebben de immigratiedienst. We hebben het directoraat nationale veiligheid. We hebben verder de luchthaven security. We hebben de haven security in Paramaribo. En we hebben ook mensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling consulaire zaken. Het doel van deze training is om het veiligheidsvraagstuk beter tot zijn doel te laten komen. De mensen worden getraind om te zorgen dat onze grenzen veilig zijn. En u weet zelf dat we uitgestrekte grenzen hebben. En niet alleen Suriname, maar ook de andere CARICOM-landen hebben te maken met dat probleem. En de criminelen of verdachte personen gaan via de grenzen naar buiten toe. En dat moeten we proberen in te dammen. Dus daarom deze training, om mensen snel te identificeren. De situatie er goed uitziet. We hebben een border management system, waarbij alle personen die via de grenzen gaan, gescreend worden en geregistreerd. En we zijn aangesloten bij IMPEX. IMPEX is het regionaal veiligheidsorgaan binnen de CARICOM. En zij controleren alles. Elke passagier die mag instappen in een vliegtuig of wat, de lijsten worden opgestuurd via APIS, Advanced Passenger Information System, naar DRCC, het Joint Regional Command Center, Communication Center, dat is gevestigd in Barbados. En daar worden alle namen gescreend. Dus indien er iets mag zijn, een suspect, een verdachte persoon, wordt het direct doorgegeven aan het land. En wij spelen daarop in. Qua veiligheid ziet het heel goed uit voor Suriname. De verschillende diensten hebben een heel goede samenwerking met elkaar. U heeft het zelf gemerkt, alle diensten hebben we bij elkaar gebracht voor deze training. En de samenwerking op de grensposten is optimaal.